we've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values. And there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience, and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom. Welkom bij de Nacht van de Dictatuur. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben programmamaker bij de Bali. En het is lekker vol, dat is fijn. Want volgens mij hebben we ook een belangrijk onderwerp te pakken. Tijdens de Nacht van de Dictatuur onderzoeken wij, en dat doen we samen met ProDemos in Den Haag, met Arminius in Rotterdam en met Tivoli in Utrecht, eigenlijk wat het is om in vrijheid te leven. En dat doen we door te kijken naar onvrijheid. En dat doen we zeker bij de Nacht van de Dictatuur vanavond, waarin we, denk ik, op een belangrijk punt staan. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar als je deze avond 10 jaar terug zou hebben gedaan, dan zou je misschien eerder kijken naar alleen Noord-Korea, als die ook alweer actueel geworden. Of zou je alleen kijken naar dictaturen die wat zwarter en witter zijn. Maar volgens mij zien we steeds meer democratieën om ons heen in Oost-Europa, in Amerika, die onder druk komen te staan, of waar tendensen zijn die misschien iets minder democratisch zijn dan wij belangrijk vinden. En daarbij komt natuurlijk ook nog de vraag, hoe belangrijk is dan democratie, of valt daar ook nog wel wat op af te dingen? In ieder geval allemaal vragen waar we vanavond het over gaan hebben. We hebben een vol programma. We beginnen straks met een lezing van Shams Eddine Sawoogi. Die zal vertellen over eigenlijk de aantrekkingskracht, waarom wij toch steeds erin trappen dat we voor autoritaire krachten kiezen. En ook hoe moeilijk het eigenlijk is om te beseffen wanneer je in een transitieproces zit van een democratie naar een dictatuur of vice versa. En dat het eigenlijk altijd veel makkelijker is om terug te kijken en dan pas te analyseren. Terwijl we tegelijkertijd wel gewoon nu leven en nu met allemaal zaken te maken hebben. Daarna zal hij in gesprek gaan met Mark van Vught, hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU en mededirecteur van het Leadership Lab. Dan is er een korte pauze en dan komt voor u het spannendste moment van de avond. Dan moet u namelijk kiezen, want we hebben twee programma's. We hebben een programma in de salon en in de grote zaal. En ik ben eigenlijk best wel blij en een beetje bedroefd dat ik maar op één plek tegelijk kan zijn. Want in de salon gaan we op zoek naar de aantrekkingskracht, eigenlijk de totalitaire verleiding. En dat doen we met niemand minder dan Dick Woudenberg. En Dick Woudenberg was als jonge lid van de Hitlerjugend, was SS'er. Zijn vader speelde een prominente rol. En hij vertelt over de lessen die hij geleerd heeft, maar vooral ook hoe je na zo'n jeugd en zo'n leven weer loskomt van de ideologie die je eigenlijk jarenlang beheerst heeft. Hij gaat in gesprek met Misha Cohen, die een boek over hem schreef, De Nazi-leerling. En met Ewout Kieft, die het verboden boek schreef, Een analyse van Mein Kampf. En waarin hij eigenlijk op zoek gaat naar wat die tekst toch zoveel zeggingskracht gaf en geeft. En ook de vraag stelt, moeten we dat soort boeken eigenlijk verbieden of niet? Tegelijkertijd in de grote zaal hebben we dan Reed Brody, de dictatorjager. En dat is een man uit miljoenen. Tenminste, hij kwam hier vanmiddag aan, heeft 4 interviews gegeven en heeft ondertussen nog lopen Skype conference callen met Gambia, omdat hij daar nu op het punt staat om een doorbraak te bereiken, om daar ook een voormalig dictator misschien wel terecht te stellen. Hij was de eerste die een dictator berecht kreeg, zoals Habre in Tjaad. En hij gaat in gesprek met Judith Sargentini, Europarlementariër van GroenLinks, en met Marca Valenta, politiek filosoof. Dan is het 10 uur en dan is er weer een pauze en dan kunt u nog naar de film Ash and Money. En dat, ik zit nu mijn eigen programma enorm op te hemen. Dat is ook een fantastische film. Want het gaat namelijk over een toneelgroep, een Estse toneelgroep, die een politieke partij opzet. Ik weet niet wie de tegenpartij van Cote en de Weekend. Het is dat tot in het extreme doorgevoerd. En ze schrikken er eigenlijk zelf van hoe populair ze opeens worden. Dat is een hoop informatie, maar het komt straks ook op een slide te staan. Dus dan kun je het nog eens rustig nalezen, zoals ze zo mooi zeggen.
Maar voordat we beginnen, jullie hebben allemaal een blaadje gehad, de totalitaire rubrics. En dat is een project van artistiek onderzoeker Eve Veldkamp, die ook in de foyer staat met een tafel. Dus ik wil heel graag even naar voren vragen om te vertellen wat het precies is. Geef me een applaus, Eve Veldkamp. Ja, want jij benaderde ons en toen zei jij, ik wil heel graag laten zien dat dictatuur misschien wel niet zo vreemd is van democratie als wij denken. Leg uit. Ja, dat is een mooie vraag. Want in eerste instantie zou je zeggen, nou, de democratie is toch wel echt iets heel anders dan de dictatuur. Vanuit intuïtie lijkt me dat ook een hele logische overweging. Totdat ik eigenlijk vorig jaar Plato's boek De Staat las, waarin hij zegt dat democratie gevaarlijk is omdat het zou leiden tot dictatuur, in zijn woorden de tirannie. En wel om twee redenen. De eerste reden is dat de democratie zichzelf kan opheffen wetsmatig en met volksinstemming. Dat is gevaarlijk. Ten tweede omdat hij bang was als hoogintellectueel dat er misschien wel een idioot aan de macht zou komen. Twee interessante feiten over zijn perspectief op de democratie. En nou, als je naar deze tijd kijkt, dan zie je dat beide gevallen misschien toch wel niet zo heel gek zijn. Dus je zag natuurlijk bij Hitler dat hij ook democratisch verkozen was. Daarnaast zie je natuurlijk ook dat onze Amerikaanse vrienden misschien ook wel een beetje een idioot aan het hoofd hebben staan. Dus ik schrok daarvan en ik dacht van ja, daar moet ik iets mee. Dat wil ik graag onderzoeken. Dus... Ja, en nu ligt er een blaadje op iedereen's stoel. En wat is dat dan? Dit blaadje is de totalitaire rubriek. Dat is een beoordelingssysteem waarmee je kunt beoordelen in welke mate je onderdeel uitmaakt van een totalitaire dictatuur. Of dus niet. Daar vind je karaktereigenschappen of karaktertrekken. Die ik gedestilleerd heb uit Hannah Arendt's boek Totalitarisme. Het hoofdwerk over de totalitaire dictatuur. Je kunt per vraag kun je dus een antwoord geven. En kom je vooral in het rood uit, dan is dat niet zo heel goed. Kom je iets meer in het groen uit, dan is dat heel goed. Je kunt hem gebruiken voor de samenleving, je werk of je gezin. Je gezin zou interessant zijn. Wie is er met zijn partner? Misschien is het dan leuk om samen en dan niet te laten zien en daarnaast naast elkaar te leggen. Dan krijg je ook wat inzicht in verhoudingen, denk ik. Ja. En jij staat in de foyer en wat is dan uiteindelijk het idee? Het idee hiermee is eigenlijk om te kijken hoe jullie, zoals net ook al gezegd werd, het is niet heel makkelijk om te beoordelen in wat voor samenlevingsvorm je leeft. In de wet staat dat we een democratie zijn, maar misschien in sommige gevallen zijn we eerder een dictatuur. Dit is een systeem waarmee je kunt beoordelen of dat het geval is. En het doel daarvan vanavond is dat jullie hem dus allemaal invullen. Dan wel aan de hand van de samenleving, je werk of je gezin. En dan willen we uiteindelijk kijken hoe totalitair dus onze staat is. Ja, want uiteindelijk kunnen ze het inleveren bij jou, toch? En dan gaan we een manier vinden om dat bij iedereen weer terug te koppelen. Precies. Dat is het idee. Oké, dankjewel Eve. Heb jij hem eigenlijk ingevuld? Ik heb hem wel ingevuld, maar dat hou ik privé. Oké, nou, misschien dat dat een tip over de uitkomst was. Geef me een warm applaus, Eve Veldkamp. Je mag weer gaan zitten. Er liggen trouwens in de foyer ook pennen. Dat helpt enorm bij het invullen. Dus zometeen als er pauze is, dan kan je daar een pen lenen en hem invullen. Laten we vooral snel gaan beginnen. Hij zit al een tijdje te wachten. Hij is Arabist, hij is journalist. Hij schreef het boek Dictators. En hij is denk ik een van de meest interessante stemmen die nu kan analyseren hoe transities gaan, wat het betekent om in een democratie te leven en wat het betekent om in een autoritairder wordende samenleving te leven. Geef hem een warm applaus. Shams Eddine Sawoogi. Hallo, goeie avond allemaal. Ik moet eigenlijk iets bekennen. Maar voor ik dat ga doen, wil ik eigenlijk een kleine bekentenis van jullie. Ik ga ervan uit dat er weinig mensen in de zaal zullen zijn die het jammer vinden dat Hitler, Stalin en Mao verdwenen zijn. Ik denk dat er weinig mensen hen missen. Dus ik ga de vraag anders stellen, iets scherper, en je mag eerlijk antwoorden. Wie van jullie zou het erg vinden als een gemene, vrede dictator wordt gedood? Je mag je hand opsteken. Een paar mensen. Niet veel. Nu, ik moet zelf eerlijk bekennen dat ik opgelucht ademhaalde toen eind 2011 een klein groepje Libische opgedraaide opstandelingen Gaddafi, de dictator, uit een betonnen cilinder trokken en hem lynchten. Het was een gruwelijk tafereel, absoluut. Jullie hebben misschien zelf ook die schokkerige YouTube-beelden gezien. Echt gruwelijk. En er is één scène die ik nooit ga vergeten.
Je moet weten, Gaddafi is 42 jaar lang aan de macht geweest. Was een ijdele en megalomane dictator. En op die ene scène was hij naar zijn handen aan het kijken. Zijn handen zaten onder het bloed. Zijn bloed. En op dat moment besefte Gaddafi dat zijn vonnis getekend was. De narcist was verdronken in zijn eigen spiegelbeeld. Dictators krijgen de dood die ze verdienen. Dat las ik achteraf in de krant. En dat klopte eigenlijk wel voor Gaddafi, want dat hele gruwelijke spektakel, die extase van wraak, heeft eigenlijk maar een paar minuutjes geduurd. Zo diep was de haat tegen hem. Maar als het verdwijnen van een dictator, omdat hij wordt afgezet of omdat hij, zoals bij Gaddafi, gruwelijk wordt vermoord, ons opgelucht doet ademhalen en ons soms tevreden stemt, hoe komt het dan dat dictaturen zo'n hardnekkig en schijnbaar onuitroeibaar fenomeen zijn? Een van de meest merkwaardige dingen aan een dictatuur is dat het aan de ene kant een van de meest gehate politieke systemen is in de wereld, maar aan de andere kant een van de meest duurzame in de menselijke politieke geschiedenis. En dat in scherp contrast trouwens met democratie. Ik bedoel, democratie bestaat dan wel 25 eeuwen, maar moderne democratie, zoals wij dat vandaag kennen, liberale democratie, is piepjong. Op het geboortekaartje staat tweede helft 20e eeuw. Waar komt die aantrekkingskracht van dictaturen dan vandaan? Nu, als je naar verklaringen kijkt voor het succes van dictaturen, dan valt op dat we heel vaak inzoomen op de sluwe tactieken die dictators gebruiken om de mantel van de macht naar zich toe te trekken, op de harde repressie die ze hanteren om in die cockpit van de macht te kunnen blijven zitten, en op de moorddadige terreur. En we beschimpen dictators heel vaak als geestesziek, monsterlijk, waanzinnig. Caligula, de Romeinse keizer, tenminste als je zijn biografen mag geloven, die dronk in azijn opgeloste parels, dwong vooraanstaande mannen en vrouwen om seks te hebben met elkaar en verkrachtte zelfs zijn eigen zussen. Hitler. Ja, Hitler was een mislukte kunstenaar, een gek. Een aan drugs verslaafde gek die misschien vooral door zijn hypnotiserend redenaarstalent de Duitse bevolking na Wereldoorlog I aan zich wist te binden. En Gaddafi? Tja, Gaddafi was een soort Arabische Caligula, een psychopathische clown die kinderen verkrachtte. En ga zomaar door. Het pantheon van geschifte en monsterlijke leiders is goed gevuld. En hoewel die karakteriseringen een kern van waarheid bevatten, verdoezelen ze volgens mij ook iets heel belangrijk. Ze verdoezelen iets wat ons eigenlijk goed uitkomt. Namelijk dat wij zelf ook een aandeel hebben in het tot stand komen en het succes van dictaturen. Ewout Kieft, die hier vanavond aanwezig is en die dus ook zal praten, die schrijft in zijn laatste boek, het verboden boek, heel terecht: Mein Kampf staat dichter bij ons dan we zouden willen. Want wat doen we eigenlijk als we een dictator demoniseren? We gaan die buiten de samenleving gaan zetten. Die is anders dan ons. Wij hebben daar niks mee te maken. Wij staan op een morele hoogvlakte. Zij zijn de belichaming, de personificatie van het kwaad. Dat is heel handig. Nu, in realiteit gaat het anders. In realiteit komen dictators aan de macht in samenlevingen waar wij zelf een deel van uitmaken. Dus een initiatief zoals vanavond, een nacht van de dictatuur, is volgens mij dan ook pas echt zinvol als we niet gewoon naar een galerij van geschifte en monsterlijke leiders kijken, maar als we bereid zijn om van die morele hoogvlakte af te komen en te kijken wat ons aandeel precies is. Als we bereid zijn om in te zien dat dictators niet gewoon tragische bedrijfsongevallen van de geschiedenis zijn. Er zit een patroon in. En daar wil ik het met jullie over hebben. En laten we, om het succes van dictators een beetje beter te snappen, de band van de geschiedenis wat terugspoelen. We gaan naar het Romeinse Rijk van de eerste eeuw voor Christus. Het Romeinse Rijk werd toen geteisterd door verschillende oorlogen. Interne oorlogen, burgeroorlogen die tegelijk plaatsvonden. En de Senaat wilde toen de orde en de rust herstellen. En dan besloten ze om gedurende een beperkte periode, maximaal 6 maanden, een speciale functionaris aan te stellen die carte blanche kreeg, die al het nodige mocht doen om een halt
om die anarchie en het geweld een halt toe te roepen. En zo iemand heette een, je raadt het al, een dictator. Een dictator betekende een einde van de weinige politieke rechten die Romeinse burgers hadden. In het Romeinse Rijk had je ook een zekere erfenis van de oude Griekse democratie. Dus dat verdween toen je een dictator aan de macht stelde. Maar voor veel mensen was dat oké, en dit is heel belangrijk. Omdat een dictator tegemoet kwam aan een fundamentele menselijke behoefte. De behoefte aan veiligheid, rust, stabiliteit, zekerheid. En de hoop op een beter leven, betere toekomstperspectieven, een betere levensstandaard. En een dictator wist dat. Dictators, als ze aan de macht kwamen, die voelden zich heel goed in die heel comfortabele positie van quasi-absolute macht. En ze wisten dat die fundamentele behoefte bestond bij mensen, waardoor zij zich uitverkoren voelden, voorbestemd, onvervangbaar. Dus wat zag je? Dictators gingen proberen om in die cockpit van de macht te blijven. En iemand die daar als eerste heel goed in geslaagd was, was Julius Caesar. Caesar slaagde erin om zichzelf te benoemen tot dictator voor 10 jaar. 10 jaar in plaats van 6 maanden. En uiteindelijk is hij benoemd tot dictator voor het leven. En hier zie je een patroon in de geschiedenis. In tijden van crisis, in tijden van malaise, verlangen mensen, smachten mensen, hunkeren mensen naar een sterke, charismatische leider. Iemand die alle problemen kan oplossen. En wat merk je? Dat mensen zelfs bereid zijn om een deel van hun vrijheden, of zelfs veel van hun vrijheden, op te offeren op dat altaar van die vooruitgang of van wat zij hopen dat vooruitgang en verbetering gaat zijn. En dictators weten dat. Dus wat doen aspirant-dictators? Ze koppelen hun klim aan de macht aan concrete bezonjes en angsten en noden en onzekerheden van de mensen. En ik ga 2 recente voorbeelden geven om dat te illustreren. Als Hitler in 1938 of 1939 was overleden, en ik zeg dat jaar omdat dat is het jaar voor hij Duitsland in een maalstroom van vernietiging en oorlog heeft gestort, stel dat hij in die tijd was overleden door een hartaanval of door een aanslag, dan is de kans reëel dat we hem herinnerden als een groot Duits staatsman. Waarom? Hitler was erin geslaagd om werkloze Duitsers een vaste job en dus een vast inkomen te geven. Het politieke geruzie, het gehakketak, de politieke verdeeldheid tijdens de Weimarrepubliek wist hij om te buigen in een heel strakke, heldere bestuursvorm met hem aan de top van de piramide, uiteraard. De diepe gevoelens van vernedering van de Duitsers door het verlies in Wereldoorlog I wist hij om te zetten in gevoelens van nationale trots, van samenhorigheid, van nationale doelgerichtheid. En je zag iets gelijkaardig in Egypte in de jaren 50 toen Gamal Abdel Nasser aan de macht kwam. Hij slaagde erin om het Britse koloniale juk definitief af te werpen. De politieke, of beter de economische crisis en ook de culturele crisis wist hij om te buigen in een economische bloei en een culturele heropleving, een renaissance. Egyptenaren waren terug trots om Egyptenaar te zijn. Nu, ik heb het over Romeinse keizers gehad. We zijn even stilgestaan bij Hitler in Duitsland, Wereldoorlog I en in Egypte met Gamal Abdel Nasser in de jaren 50. Maar laten we de band van de geschiedenis nu even vooruitspoelen. En we kijken naar onze tijd, naar de voorbije jaren en nu. En wat zien we dan? Er is geen gebrek aan crisissen. Je hebt de economische crisis van 2007-2008, te wijten aan de economische globalisering die voor enorm veel ongelijkheid zorgt. Je hebt de migratiecrisis. Ik bedoel, niet alleen in België, ook in Nederland en ook daarbuiten is er een soort malaise, een ontevredenheid over de multiculturaliteit. Er is een debat over identiteit. En daaraan gekoppeld, er is een vluchtelingencrisis. Miljoenen mensen staan op de vlucht omwille van die economische globalisering, omwille van de ongelijkheid, door klimaatopwarming, door oorlogen. En er zijn angsten, heel veel angsten.
Ik denk vooral aan angst voor radicale islam, angst voor terrorisme, angst voor aanslagen. En ook is dat niet altijd in verhouding. Die angst is daarom niet minder reëel. Maar misschien het meest verontrustende van allemaal is de democratie is in een vertrouwenscrisis. Het zijn ideale tijden voor autocraten. En ik gebruik nu bewust het woord autocraten, omdat er eigenlijk geen loep zuivere dictators zoals Hitler en Mao en Stalin meer zijn, afgezien van een aantal uitzonderingen zoals Kim Jong-un in Noord-Korea. Je hebt een ander type dictators, die gaan sluwer te werk, ingenieuzer te werk. Ze stoppen hun ijzeren vuist in een fluwelen handschoen. Ze praten de taal van een democratie. De Franse schrijver Baudelaire zei ooit: de beste truc van de duivel was de mensheid doen geloven dat hij niet bestaat. Dat geldt ook voor dictators. Maar op één vlak, op één cruciaal vlak, verschillen ze geen haar van hun voorgangers, van de Romeinse keizers en van Hitler en Nasser. En dat is namelijk dat zij zelf ook zoveel mogelijk macht naar zich willen toetrekken en in die machtspositie willen blijven. En ze gaan allemaal verschillende trucs en tactieken gebruiken om in die cockpit van de macht te kunnen blijven. Repressie, verdeel en heers, mensen tegen elkaar opzetten, of een heel ingenieus systeem van selectieve beloningen waarbij je die mensen beloont die je nodig hebt om jouw positie te verstevigen. Allemaal tactieken die ervoor zorgen dat ze aan de macht blijven, maar die de samenleving kapot maken. Die maken dat er geen goed bestuur is, geen verantwoordelijk bestuur. Maar goed en verantwoordelijk bestuur is natuurlijk niet de voornaamste doelstelling van een dictator. En daarom is een democratie zo'n waardevol en belangrijk politiek systeem. Nu, tegenwoordig jammeren en klagen we en zeuren we heel vaak over alle gebreken en zwaktes van een democratie. En toegegeven, een democratie heeft veel zwaktes. Het is een omslachtig systeem. Ik bedoel, een democratie gaat nooit de schoonheidsprijs krijgen voor het meest efficiënte systeem. Ik bedoel, er is heel veel gepalaver, je moet marchanderen, je moet overeenkomen, je moet concessies doen. Dat duurt lang. Een democratie leidt soms ook tot uitstelgedrag. Wat politici heel graag doen, is het aanpakken en het oplossen van problemen uitstellen naar de volgende verkiezingen. En dan heb je ook nog het bijna kinderachtige geruzie tussen politici. Het irriteert mensen. Het maakt mensen moe. Het politieke theater dat democratie heet, maakt mensen gewoon moe en ze keren zich daarvan af. Dus toegegeven, een democratie heeft veel gebreken. Zoveel dat we eigenlijk vergeten wat er goed aan is. En het goede aan democratie is dat het een systeem is dat macht controleert. Want hoe slim en hoe wijs en hoe competent een leider ook is, niemand is immuun aan de verleiding van de macht. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dus je kan geen enkele leider vertrouwen. Elke leider moet in een systeem zitten waar hij of zij gecontroleerd wordt. Nu, een andere reden waarom democratie belangrijk is, is omdat het de bevolking beschermt tegen zichzelf. Tegen de zogeheten dictatuur van de meerderheid, waarbij een grote groep door haar electoraal overwicht wetten kan stemmen ten koste van een kleine groep in de samenleving, van een minderheid. Want een liberale democratie gaat natuurlijk niet alleen over een procedure. Dat gaat ook over rechten. Onvervreemdbare rechten. Recht op vrije meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw, de recht op seksualiteitsbeleving en ga zo maar door. Dus we mogen, en dat is belangrijk, we mogen het kind niet met het badwater weggieten. Nu, voor alle duidelijkheid, er is niets mis met een charismatische, sterke en zelfs met een populistische leider die de samenleving wil veranderen, wil verbeteren. Maar er is alles mis met een charismatische, sterke en populistische leider die zich laatdunkend uitlaat over democratie. Die zelf zegt dat de democratie een omslachtig systeem is, die het vertrouwen vraagt aan de bevolking om hem of haar, meestal is het een hem, zoveel mogelijk rechten te geven en hij zal wel het nodige doen. Hij weet best wat goed is voor de bevolking. Heel patriarchale houding. Als je dat ziet, dan moeten je rode zwaailichten aangaan. Hoe groot ons verlangen ook is naar een sterke leider. Nu,
En ik ga daarmee afronden. Waarom vertel ik jullie dit allemaal? Niet vanuit een theoretische of filosofische academische interesse in dictatuur of democratie, maar omdat ik zelf heb meegemaakt wat een democratie doet met een samenleving. In de jaren 80 en 90 ging ik op bezoek bij mijn familie in Tunesië elk jaar bijna. En ik zag hoe mijn familie, maar ook vrienden, kennissen, hoe bang zij waren. Bang van de geheime dienst. Bang om opgepakt te worden, om gefolterd te worden. Mensen waren ook soms bang voor elkaar. Ze vertrouwden elkaar ook niet, want mensen gingen overdragen. Er waren informanten, er waren verklikkers. Wat zorgde voor een ziekelijke, paranoïde sfeer in die samenleving. En nu heb ik het maar over één tactiek die dictators gebruiken. Die intimidatie en repressie. Maar je hebt natuurlijk een hele waaier aan tactieken. En het gevolg van al die tactieken is dat die samenlevingen daarvan kapot gaan. En dat was voor mij ook, zeker als ik ouder werd, pijnlijk om te zien hoe Tunesië en bij uitbreiding de Arabische wereld op zoveel vlakken zo vierkant draaide, zo dysfunctioneel, op economisch vlak, op onderwijsvlak, op sociaal vlak en al zeker op politiek vlak. Dus je mag de impact van een dictatuur op een samenleving echt wel vergelijken met een grote ramp die een samenleving overkomt, zoals een hongersnood. En daarom moeten we alles doen om dictaturen te vermijden. En je hoorde mij al de hele tijd zeggen, dictaturen zijn heel hardnekkig, heel taai. Maar toch ben ik niet fatalistisch. Mensen zeggen vaak, geschiedenis herhaalt zich. Ik geloof dat niet. Mensen herhalen de geschiedenis. Dus ik denk dat wij zelf ook iets kunnen veranderen. Ik denk dat we ons scherper, als we ons scherper en vaker bewust zijn van de aantrekkingskracht van een dictatoriale leider in tijden van crisis, als we ons beter bewust zijn van ons verlangen naar zo iemand en onze bereidheid soms om onze vrijheden op te offeren, als we ons durven af te vragen hoe het komt dat meer mensen met een t-shirt rondlopen met Darth Vader op in plaats van Luke Skywalker, als we daarbij durven stilstaan, dan denk ik dat de kans kleiner is dat we dat soort leiders opnieuw de kans geven. En dat we misschien die vicieuze cirkel van dictatuur kunnen doorbreken. En om die reden denk ik dat niet zozeer de dood of de gruwelijke dood van een vrede despoot een reden tot vreugde moet zijn, maar eerder het te graven leggen van een van de grootste politieke mythes van deze tijd. Die van de bekwame en goed bedoelde autocraat. Bedankt. Dank u wel, Shams. Ga lekker zitten. Ik denk dat een groot gedeelte van jouw verhaal ook ging over leiderschap en hoe we dat moeten vormgeven en hoe we daarmee om moeten gaan. Dus ik ben heel blij dat we nu naar voren vragen Mark van Vught. Hij is hoogleraar evolutionaire psychologie en directeur, mededirecteur van het Leadership Lab. Geef hem een warm applaus. Ga lekker zitten. Ik wil eigenlijk allereerst, Shams, voordat we wat verder duiken in de manier waarop je wel effectief leiderschap vorm kan geven, wil ik je vragen, als dit verhaal wat je nu vertelde, dat vertel je zo urgent. Is er een reden, als je dit verhaal 4 jaar geleden had gehouden, als je dat hier had gehouden, bevinden we ons dan op hetzelfde punt? Of op wat voor punt staan wij nu te midden van dat verhaal wat jij vertelt? En dan bedoel ik hier in Nederland, in Europa, waar we nu zitten. Ik denk dat we ergens wel op hetzelfde punt zouden staan. Het zou te voor de hand liggend zijn, mocht ik u nu beamen en zeggen van ja, nu is het natuurlijk veel erger, want het wordt alleen maar erger. Het probleem, zoals ik heb proberen te schetsen, is een heel oud probleem. Als ik ook voor de research van mijn boek las over Romeinse dictators, dan was ik verrast hoe brandend actueel het eigenlijk wel is. En dus kan ik niet zeggen dat het nu erger is dan pakweg een aantal jaren geleden. Ik vind het moeilijk om die vergelijking op een eerlijke manier te maken. Maar laten we zeggen, het is best ernstig. De afgelopen jaren, absoluut. Het verschil misschien met vroeger is, we leven in een massacultuur, we leven met sociale media, overal wordt een loop overgehouden, alles wordt... Er is een massacultuur. De laatste opmerking die ik zo'n beetje ludiek maakte over Darth Vader, maak ik ook daarom. Niet dat het fout is om naar de films te gaan kijken, uiteraard niet.
Maar om aan te geven ook daar hoe subtiel het soms kan zijn, de sinistere aantrekkingskracht bijvoorbeeld van een uiteindelijk zeer duistere leider en hoe dat sluipt in onze massacultuur, terwijl we wel in een tijd zitten waar er effectief leiders zijn, zoals Erdogan, zoals Poetin, zoals Trump en ga zo maar door, die de dictators 2.0 zijn. Ja. Mark, misschien allereerst even kort. Wat doen jullie precies bij het Leadership Lab? Om daar even een kort beeld van te schetsen. Ja, wij kijken naar hoe je eigenlijk effectief leiderschap kunt stimuleren. En dat doen we eigenlijk op elk niveau van de organisatie. En het belangrijke is, en dat sluit ook heel aardig aan bij dit verhaal, is dat uiteindelijk leiderschap wordt bepaald door de groep. En het gaat er eigenlijk om welke rol de groep aanneemt ten aanzien van de leider. Geven ze die eigenlijk alle macht of wordt de macht op een bepaalde manier gecontroleerd? En wij kijken heel zek naar wat er gebeurt tijdens vergaderingen bijvoorbeeld. En dan kijken wij bijvoorbeeld wie er aan het woord is. Nou ja, en dan houden we vaak de leider een spiegel voor na afloop en zeggen, hey, je was eigenlijk 80-90% van de vergadering aan het woord. De rest zat gewoon te slapen. Nou is dat effectief leiderschap. Dus dat soort feedback geven we dan terug om te kijken hoe uiteindelijk een leider en de groep beter kunnen functioneren. Ja. En dat is dan in een bedrijf, maar als je luistert naar het verhaal van Shams die het had over een migratiecrisis, die had het over een vluchtelingencrisis, ja, over een crisis van globalisering, ja, dan wordt het ook politiek bijna. Hoe zie jij daar dan de rol van de effectief leiderschap in? Want dan wordt de roep, volgens het verhaal van Shams, steeds sterker om een autocratische... Ja. Nou ja, dat blijkt ook uit ons wetenschappelijk onderzoek. Wat dat betreft sluit zijn verhaal prima aan bij de wetenschappelijke literatuur. Oef. In crisissituaties prefereren wij een dominante leider. En dat is natuurlijk ook de waarschuwing die hier achter zit. Democratie is niet de eindstaat van een samenleving, zoals sommige mensen hebben beweerd. Je moet de democratie bewaken met extreme waakzaamheid. Ja. En dat betekent dat je allerlei mechanismen moet inbouwen om natuurlijk te profiteren van leiderschap, hè, want wij willen graag leiders volgen, maar ook te zorgen dat die leiders ons niet domineren. Ja. En wat dat betreft heb ik toch een iets wat positievere kijk dan Gams. En dat is dat democratie wordt gezegd is 2500 jaar oud. Nee, democratie is veel ouder. Ik bestudeer bijvoorbeeld jager-verzamelaars samenlevingen. En die zijn er al miljoenen jaren of honderdduizenden jaren. En die hebben ook al een primitieve vorm van democratie. En die tolereren het echt niet als er iemand binnenkomt met een verhaal van ik wil dit, dat jullie dit en dat doen. Er is één uitzondering en dat is als er oorlog is. Ja. Als er oorlog met een andere stam is, dan wordt een zekere mate van machtsongelijkheid getolereerd. Maar die jager-verzamelaars, daar kunnen we veel van leren. Die hebben allemaal mechanismen die eigenlijk een gezonde democratie op peil houden. En dat gaat over het bekritiseren, kunnen bekritiseren van je leider, het kunnen roddelen over je leider. Alles wat bijvoorbeeld in Tunesië dan ten tijde van jouw familie niet mogelijk was, omdat de vrees was voor de geheime dienst. Het zijn juist die levelingmechanismen die we die een gezonde democratie kunnen bewaken. Ja. Maar hoe kijk je dan, want als ik dit verhaal zo hoor, dan denk ik, wat is dan Europa, of in ieder geval de liberale democratie, die volgens jou eigenlijk pas vanaf de eind eerste helft van de 20e eeuw zijn opgang heeft gemaakt, dan lijkt dat bijna een soort mismatch in de geschiedenis. Ja. Dan kan je ook andersom redeneren. Wat waren dan de factoren die geschapen hebben dat wij hier dan toch zo'n liberale democratie hebben kunnen vormgeven als in tijden van crisis die sterke leider zo aantrekkelijk is? Ja, nou ja, het gaat altijd om transitieperiode. Hè? Dus nogmaals terug naar de jager-verzamelaars. Wanneer tolereren zij iets van een dictator, zo groot woord, maar een sterke leider? Dat is in oorlogstijd of als er een soort economische crisis dreigt. Maar het voordeel van die samenleving is, ze zijn simpel. En dat betekent dat iemand even macht krijgt, maar als die crisis weer afgelopen is, dan heeft de groep het weer voor het zeggen. En we hebben natuurlijk samenlevingen gebouwd die heel complex zijn. En dan zitten we vast aan een leider die we hebben gekozen om een probleem op te lossen, maar kunnen we niet de macht weer teruggrijpen op het moment dat de crisis voorbij is. Shams, hoe kijk jij daarnaar? Ja, klopt wel. De samenlevingen zijn heel complex geworden. En los van de vaststelling dat samenlevingen complexer zijn, de wereld is gewoon een heel rommelig iets. En mensen zijn ook gewoon vaak op zoek naar structuur, naar iets overzichtelijk. Dat is ook de kracht van populistische leiders. Maar voor alle duidelijkheid, ik heb op zich niks tegen populistische leiders. Er zijn er misschien te weinig van het goede. Maar mijn punt is vooral van
wat leiders ook vaak een voordeel geeft als ze erin slagen om die complexe realiteit om te buigen in iets wat makkelijk door het spijsverteringsstelsel van mensen gaat, goed, slecht. Ik heb daar oplossingen voor. Het heeft eigenlijk allemaal daarmee te maken. Dus als we het zo oplossen, is het eigenlijk gewoon meteen ook opgelost. Iemand die rekenschap geeft aan de complexiteit van de wereld en die als politicus erin slaagt om aansluiting te vinden bij de angsten die mensen hebben, maar tegelijk toch ergens ook rekenschap geeft van die complexiteit en probeert aan te geven, ja, maar we moeten dit en dat. Dat is een betere leider, maar die zal het waarschijnlijk moeten afleggen tegenover iemand die een heel simpel verhaal brengt. En in onze chaotische, rommelige wereld, waar constant over alles wordt bericht, heeft die laatste een groot voordeel. Maar dat is natuurlijk een heel mooi, maar ook heel abstract verhaal. Hè? Want hoe ga je daar nou mee om als je midden in die transitie zit? Want dat is natuurlijk het punt op het moment dat de Arabische lente of revolutie uitbrak. Stonden mensen natuurlijk op een soort kruispunt. Welke kant gaan we op? Hoe gaan we die samenleving inrichten? Misschien dat er veel dingen ook buiten de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden lagen. Maar alsnog, hoe kan je dan met democratische zachte krachten die trein die zo voortdendert een andere richting doen inslaan? Ja, dat is toch wel een heel moeilijk verhaal. Want uiteindelijk gaat het wel om instituties en de kracht van instituties. Ja. Een beweging op zich heb je niks aan als die niet ook in staat zijn om bepaalde instituties om te buigen. En dat ontbreekt vaak aan. Democratische instituties als een rechtsstaat. Precies, en die kosten echt ontzettend veel tijd om die op te bouwen en goed te laten functioneren. En de beweging verloopt op een gegeven moment als die niet in staat is om ook die instituties om te bouwen. En uiteindelijk is toch laat de geschiedenis zien dat dictators eigenlijk alleen hun macht opgeven als er echt een hele grote systematische druk is van het volk. En als die niet systematisch genoeg is, of door allerlei andere manieren om de oorlogsdreiging wordt gekanaliseerd, dan is het afgelopen met de revolutie. Shams? Ja, het heeft ook gewoon met geluk te maken. Ik wou dat het zo simpel was dat we konden zeggen van een democratie is een IKEA-bouwpakket. Je steekt het in elkaar met een handleiding die wij dan geven vanuit het Westen en klaar is Kees. Zo is het helaas niet. Veel heeft ook gewoon te maken met geluk. Als ik denk aan Tunesië, hoe komt dat Tunesië een van de enige Arabische landen is waar het relatief, en ik benadruk relatief, goed gaat, waar die trein de goede richting blijft uitgaan. Het is een beetje geluk ook. Historische omstandigheden. Tunesië is een klein land, tamelijk homogeen. Je hebt een heel hoog opgeleide middenklasse. Je hebt een relatief goed sociaal middenveld dat heeft kunnen standhouden, ook onder dictatuur. En ga zo maar door. Dus Tunesië heeft gewoon een aantal voordelen op een land als Syrië, waar die verdeel- en heerspolitiek veel sterker heeft gespeeld, waar de samenleving heel versnipperd is, waar je een ander soort dictatuur had. Dus je kan niet zeggen dat de Tunesiërs beter hun best doen dan de Syriërs die nog volop in oorlog zitten. Het heeft ook vaak gewoon met geluk te maken. En dat is het pijnlijke bij democratie. Maar wat ook en dat zal het laatste punt zijn, voor mij dan, wat ook belangrijk is bij Tunesië, ze hebben de juiste beslissing gemaakt. Vooral omdat ze naar hun buren, de Egyptenaren, hebben gekeken die enorm aan het trommelen waren en veel fouten hebben gemaakt. Ze hebben in Tunesië de juiste beslissing gemaakt om tijd te nemen om een goede grondwet te schrijven. En alles te laten wachten daarop. Het systeem van een democratie met die controle, dat moet goed zitten. Je moet goed in de startblokken zitten voor je losschiet. In Egypte is men losgeschoten voordat die startblokken eigenlijk klaar waren. Ja. Dus dat speelt ook wel. Ja. Tot slot, want ik denk dat we nu een mooi plenair begin hebben gehad waarin we de spanningen en de belangrijkste lijnen van de avond al een beetje uiteen hebben gezet. Eigenlijk voor allebei is dan de vraag, we zitten nu hier in Amsterdam. En we worstelen ook met deze vraagstukken, maar op een misschien wat andere manier dan iemand die in Tunesië woont of die nu in Hongarije zijn best moet doen om een universiteit open te houden, zeg maar. Welke relevantie moeten wij meenemen of wat is belangrijk voor ons om te beseffen als we hierop doorgaan? Jij schreef een handleiding 7 tips voor een dictator om de macht te vergroten. Ja, maar daar is ook een andere versie van. En dat is 7 strategieën om te zorgen dat de autoritaire leider niet te veel macht krijgt. En wat is de beste?
Nou ja, dat gaat terug naar de gezinnen en naar de organisaties waarin wij werken. En dat is toch de macht beperken van degene aan de top. En dan gaat het om hele simpele dingen als het kunnen bekritiseren, regelmatig kunnen vervangen van leiders. Ja. Dan gaat het om het kunnen roddelen, de rol van cabaretiers in een samenleving, om maar iets te noemen. Satire, de hofnar, ja. Satire. En ook leiders die beseffen dat zij een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Ja. Shams, hoe versterken we die cultuur die dat in stand houdt? Ik denk, als ik het heel kort samenvat, we mogen wel respect betonen voor leiders. Wat niet betekent dat we ze ook niet mogen bekritiseren en ridiculiseren. Maar we mogen ook niet te veel respect geven. En we moeten vooral ook beseffen dat leiders, hoe intelligent en indrukwekkend ze ook soms zijn, ook gewoon maar mensen zijn en menselijke fouten maken. En daarom is een systeem van controle en van scherpzinnigheid van onze kant gewoon zo cruciaal. Ja. We gaan zo meteen, want we gaan nu naar de pauze toe, gaan we dieper induiken op hoe recht kan helpen om dictators te berechten met Reed Brody. Ik denk dat we met Dick Woudenberg en Misha Cohen in de salon nog wat verder in kunnen gaan op hoe we überhaupt in die totalitaire verleidingsmal die jij eigenlijk zo mooi hebt geschetst terechtkomen. Ik wil in ieder geval voor nu jullie heel hartelijk danken. Geef ze een warm applaus. Mark van Vught, Shams Eddin Sohoubi. U heeft huiswerk, want om 9:10 zie ik u of hier of in de salon. En u mag ondertussen een drankje halen en u moet ook nog uw rubriek invullen. Dus er is een hoop te doen. Dus tot zometeen, tot om 9:10 weer hier of in de salon. Dankjewel.